Dag neemt in wisselende samenstelling het M-panel de week met ons door. Wat vinden zij van het nieuws van de afgelopen week? Wat viel en op? En waarvan schieten zij tegen het plafond? Alles is zo overdreven. Ik vind het te veel rommel. Ik vind het heel onweerstaanbaar. Knap waardeloos. Hoor het vanavond van GroenLinks Tweede Kamerlid Katelijne Buitenweg, criminoloog Ton Nabben, publicist Anne Fleur Dekker en drugsdeskundige van het Trimbos Instituut Ferry Goossens. Welkom M-panel, fijn dat jullie er zijn. Ja, een lijntje nemen, pilletjes slikken. Veel Nederlanders kijken er niet meer van op. Het drugsgebruik in ons land neemt toe. Net als de misdaad die erbij hoort, kunnen we op deze voet verder. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank. Kwart gebruikt wel eens coke tijdens het uitgaan en de helft slikt wel eens een pilletje ecstasy. Het is natuurlijk zo raar dat we drugs normaal zijn gaan vinden. Cocaïne is gewoon de normaalste zaak van de wereld. Dat hoort erbij. Jullie hebben net cocaïne gekocht en namens de branche hou ik een enquête over klanttevredenheid. Dus ik wil jullie graag een paar vraagjes stellen. Ja, op een gegeven moment schuif je gewoon steeds verderop. Ga je naar een festival. Ja, en dan is het gewoon schuimbekken geblazen. Het is belangrijk dat gebruikers zich dat realiseren, dat ze een systeem dat heel fout is in stand houden. Ja, Anne Fleur, herken jij dat, dat het drugsgebruik steeds normaler wordt? Ja, in mijn omgeving, ik ben zelf 25, is het vrij gebruikelijk om bij een festival iets ergens een pilletje te nemen. Ik wil wel gelijk zeggen, er zit een heel groot verschil tussen ecstasy, een pilletje, en bijvoorbeeld cocaïne. Als je kijkt naar de opiumlijst, voor veiligheid, voor het lichaam, is ecstasy zelfs veiliger dan tabak en dan alcohol. En cocaïne is wel echt een andere drug. Ook omdat je een cocaïne veel sneller verslaafd kan raken. En het breekt ook meer af in je lichaam dan af en toe een pilletje doen. Klinkt ook wel dat je ervaringsdeskundige bent op dit gebied? Ik mag van mezelf. Ik heb zelf een regel, je hebt vrij veel mensen, dus 5 keer per jaar een pilletje. Want dat is zeg maar de drempel waarbij je lichaam het weer helemaal kan lozen. En dan ga ik naar een mooi techno festival, feestje en dan ga ik uit mijn dak en dan kan ik weer een paar maanden vooruit. Dus zeker. Ferry, ik moest ook denken, want we hebben het er eerder in M deze week over gehad. Een toename aantal drugs, maar zeker ook de criminaliteit die eraan vastzit. Maar ook wel het beeld door de toename. We hebben kennelijk een roes nodig. De mensen. Ja, dat is natuurlijk een belangrijke reden waarom jongeren en jongvolwassenen dat gebruiken. Ze zijn op zoek naar een roes en die kan door alcohol komen of door drugs komen. En die past bij die beleving van muziek, dat uitgaan, die sfeer die erbij hoort. Dus dat zijn natuurlijk ook. Er zijn hele duidelijke redenen waarom jongeren drugs gebruiken. Ja, maar er zit ook iets anders aan vast waar we ons zorgen om moeten maken. Wat is dat precies? Ja, ik denk dat er twee kanten te onderscheiden zijn. Enerzijds het gezondheidsvraagstuk en anderzijds het criminele vraagstuk. En je ziet in het debat in ieder geval dat er heel veel onjuistheden verkondigd worden. En ik hoorde er net ook al een aantal. Ik denk dat het goed is als we het debat hier verder over gaan voeren. Dat we goed gaan kijken wat zijn nou de feiten, zodat we het debat goed kunnen voeren. Ja. Het gezondheidsvraagstuk hebben we in Nederland redelijk onder controle. Het criminele vraagstuk loopt enorm uit de klauw. Ja. Maar wat bedoel je met het gezondheidsvraagstuk hebben we redelijk onder controle? Is dat eigenlijk wat Anne Fleur zegt? Van nou, mensen weten wel te doseren wat ze nemen. En dus lopen we minder tegen enorme gezondheidsproblemen aan. Ja, een deel van de mensen weten hoe ze moeten doseren. Die weten wat ze gebruiken. De Nederlandse drugsmarkt is ook redelijk zuiver. Laten we ons wel vooropstellen. Ieder jaar overlijden er ook absoluut nog mensen door het gebruik van drugs. En dat zijn jonge mensen. Jonge mensen die uitgaan, studeren. Dus het is echt niet zo dat alle drugs ook ongevaarlijk zijn. Nee. Maar dat beeld uit de wereld helpen. Bovendien heb je het over drugs ook. Die voor ons nog gewoon verboden zijn. Ja. Dus als je het neemt. En niet in enorme hoeveelheden bij je hebt, zo is het ook alweer. Nou, dat is dus goed, vreemd om te noemen dat het gebruik zelf in Nederland niet verboden is. Dus de handel is verboden, de productie precies. is verboden, maar het gebruik is niet verboden. En waarom is dat nou? Dat is omdat we in Nederland ons drugsbeleid richten op gezondheid. Dus stel, je hebt gebruikt, je hebt te veel gebruikt. Je komt op de festival EBO, dan wil je, zeker als ouder, als je kind daar komt, dat je daar goed geholpen wordt. En dat je niet opgelapt wordt. Want dat je vervolgens niet opgepakt wordt, inderdaad, om al je spullen in te leveren en de cel in te gaan. En dus gezondheid staat voorop. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Amsterdam. In deze gemeente is het geven van kraanwater is verplicht op feestjes en horecagelegenheden. Omdat de grootste kans bij ecstasy dat je echt fout gaat is door uitdroging. Zo'n gemeente Amsterdam die erkent dat en die maakt dus een wet van er is altijd kraanwater beschikbaar. En sinds dat dus gratis beschikbaar is, je niet €5 hoeft te betalen voor een flesje water. Zijn er Moet veel ik je wel minder, corrigeren, want nodig. Uitdroging is niet zozeer het probleem. Wat het probleem is dat mensen allerlei middelen gaan combineren.
Ja, goed, dat ben ik met je eens. Dus uitdraging is die uitdroging is niet zozeer. Maar goed, de gemeente Amsterdam richt zich ook wel op de gezondheid van in dit geval festivalbezoekers. Ja. Dus denk, oké, als je iets neemt en je loopt de kans dat je uitdroogt, neem in ieder geval voldoende water en we zorgen voor voldoende kraanwaterpunten. Volgens mij is dat ook wel. En goed opgeleide EBO-personeel. Ja, Tom Nambe, je bent criminoloog. Een ander maatschappelijk gevolg ervan, en dat werd al even aangestipt hier aan tafel, dat is de hevige criminaliteit die ermee gepaard gaat. Ja, dat zijn de maatschappelijke gevolgen. Ja, niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld. Onder andere ook gevolg van de war on drugs, die al 60 jaar woedt. En waarvan ik eigenlijk zie dat we die al lang verloren hebben. En dat we toch gewoon moeten kijken of we dat op een andere manier eens een keer kunnen kijken hoe we nou die verdragen hebben vormgegeven. Maar wat en of we ook nog meerdere scenario's kunnen bedenken om dat te kunnen tackelen gewoon. Ja, wat zou bijvoorbeeld een andere manier kunnen zijn? Als je zegt, de war on drugs, die eigenlijk decennia geleden is ingezet. Het kost miljarden. Misschien met oude middelen, dat die hebben we verloren. We moeten aan een ander scenario gaan denken. Wat zou een scenario kunnen zijn? Nou ja, je zou allereerst zou je kunnen kijken, is de manier waarop we nu de drugs bestrijden, met nog meer geld en nog meer, zie je eigenlijk dat het averechtswerk tot de criminaliteit alleen maar groter wordt. Dus de drugskartels sowieso wereldwijd zijn nog nooit zo machtig geweest als nu. En dus op zich zou je dan een conclusie kunnen trekken, zijn we hier op de goede weg? En moeten we eens kijken of we op een andere manier dat drugsbeleid gestalte moeten geven. Legaliseren. Maar er is wel moed voor nodig door alle partijen, zowel bij justitie als bij gezondheid, om te kijken of er gewoon andere beleidsopties zijn dan wat er nu is. Ja, Katelijne Buitenweg, zijn er andere beleidsopties waar we naar moeten gaan kijken? Als we even uitgaan van het scenario de war on drugs, zoals we die hebben gevoerd, die zijn we aan het verliezen of hebben we verloren. Dus andere scenario's. Nou, ik denk dat het inderdaad heel erg belangrijk is om te kijken naar hoe het op dit moment gaat. En volgens mij gaat het op dit moment niet goed. Ja. Je ziet het bijvoorbeeld in Nederland ook. Dus steeds heviger wordt er gestreden tegen ecstasy. Hè. De grondstoffen voor ecstasy worden verboden. Nou, vervolgens gaan de producenten naar andere grondstoffen die veel meer afval met zich meebrengen. Dus een van de wat we nu steeds zien, dat er steeds meer drugsafval is. Ja, dat is ook een gevolg van de wijze hoe repressief natuurlijk de ecstasy wordt aangepakt. Ja. Dan wil ik niet zeggen dat er geen probleem is als jongeren ecstasy gebruiken. Maar ik denk dat het een feit is dat het gebruikt wordt. En ik denk dat de wijze hoe we dat nu aanpakken, dat dat minder zinnig is. En wat mij inderdaad in heel veel discussies wel stoort, is dat als je alleen maar zegt dat je hard wil aanpakken en steeds meer geld naar repressie, dan wordt eigenlijk niet de vraag gesteld of het nu zinnig is. Want dan is je intentie goed, namelijk zorgen dat er minder druk is. En als je zegt van is dat nou de juiste weg, zullen we niet beter overgaan naar bijvoorbeeld regulering of legalisering? Ja, dan word je bijna aangekeken alsof je niet goed voor hebt met de jongeren. Maar ik maak me juist heel erg zorgen. Of althans de grap, dat we inmiddels wel in het debat zijn beland. Ook in Nederland, misschien dat het de politiek zo langzamerhand gaat naderen, waarin je moet gaan nadenken over de kwestie van legaliseren en andere manieren. Ja, dat moet je maar toch zeg je, dat neem ik dan zomaar aan, in de Tweede Kamer, stuit dat meteen op iets, weerzin. Ja, het stuit op weerzin, omdat er een wens is om te zeggen, we willen die drugs niet. Het is allemaal gif in het lichaam van onze jongeren. En dat moeten we niet willen. Ik stel wel vast trouwens dat er heel erg veel andere drugs zijn die ook wel legaal zijn. Je ziet steeds fentanyl, dat is in ieder geval in Amerika. Ja, heeft 20.000 doden per jaar, dat gaat langs deze kant op. Je ziet tabak, 20.000 doden per jaar hier in Nederland, alcohol. Dus het lachgas is dan wel weer toegestaan. Dus het is ook een volstrekt schizofrene situatie. Maar sommige drugs toegestaan zijn en andere niet. Mensen van in de 20 die juist veel minder zijn gaan drinken, omdat dat echt alcohol best een sluipmoordenaar is, en zijn overgegaan op af en toe een pilletje, wat dus bewezen gezonder is. Kijk, het is niet goed, hè? Laten we dat vooropstellen. Maar het is ontzettend kop in het zand om te denken van mensen stoppen met gebruiken. Dus al jaren war on drugs, het procentuele aantal drugsgebruikers blijft hetzelfde, ondanks die miljarden die er in de VS ingestopt zijn. Dus ik denk, je moet gewoon erkennen dat jongeren gebruiken. Waarom? Dat is misschien een andere discussie. En doe het dan zo veilig mogelijk. En ik denk dat als je vanuit de overheid kan reguleren, veilige pillen, veilige plekken waar je pil kan controleren, heel veel voorlichting geven over inderdaad niet drugs met elkaar gaan mengen, et cetera, dat uiteindelijk de beste oplossing is. En dan daalt de criminaliteit. Daar twee grote misverstanden in. Het is niet zo dat als we gaan legaliseren, dat daarmee alle problemen zijn opgelost. Nee. Niet de gezondheidsproblemen en ook niet de productieproblemen. Want het grootste gedeelte wat in Nederland geproduceerd wordt, 80%, misschien wel 95%, is bedoeld voor het buitenland.
Dus als we in Nederland gaan legaliseren en in het buitenland niet, creëren we weer een nieuw probleem. Dus ik denk dat dat goed is om bewust van te zijn. Het is ook wel goed om op te merken dat ook bij de politie er wel steeds meer mensen zijn die zeggen, ja, laten we in ieder geval toch eens met elkaar gaan vaststellen van hoe het nu werkt. En volgens mij zoals het nu werkt, werkt het niet zo goed. Nee. En hoe moet het dan wel? En inderdaad, dan zal je dat juist ook internationaal moeten doen. Maar Nederland was natuurlijk jarenlang voorloper. En je ziet dat we nu steeds steeds banger zijn geworden. Ook een veel repressiever beleid hebben dan ook in veel andere Europese landen. Of dan in Canada, dan in de delen van de Verenigde Staten. Maar dat Staten. Heeft ook gewoon te maken. En we zullen dus wat moediger ook moeten worden. Ja, maar dat komt ook bij de politiek vandaan. En eigenlijk wie er aan de knoppen draaien. Maar we zijn natuurlijk heel erg gebonden aan de internationale. We hebben natuurlijk een opiumwet. Die is overigens dit jaar 100 jaar. Dus altijd goed om eens te kijken van nou, wat heeft het ons gebracht? 100 jaar kieswet en 100 jaar opiumwet. Ja, dat is waar. Waar heeft het toe geleid? En is er weer naar de toekomst toe? We moeten misschien andere wegen bewandelen. Ja, en dat onderscheid soft en harddrugs is heel vreemd. Omdat alcohol inderdaad vrij verkrijgbaar is. Je kan er buiten lopen in een biertje. Dat is een harddrug, maar legaal en gereguleerd. Cannabis is een softdruk. Ik denk dat we minder moeten kijken naar wat staat op het lijstje harddruk en echt per druk kijken. Ik bedoel, ecstasy en LSD waren in eerste instantie zelfs hulpmiddelen bij psychotherapie in de jaren 70. Niet voor niks. En pas sinds 1971 sinds niks. Maar dit heeft toch allemaal te maken met maatschappelijke bewegingen. Waar het ooit vooral dan was om te roken en om te drinken volop. Ja. Zie je daarin dat dat ook veel minder wordt? Je ziet absoluut golfbewegingen. De softdrugs. Dat zijn eigenlijk autonome processen. Softdrugs was ooit ook een enorm probleem. Daar hebben we een gedoogbeleid op op losgelaten. Ja, dus in die zin genormaliseerd. Maar je ziet er ook dat daar op een gegeven moment ook gewoon de aandacht eigenlijk wat minder wordt. En de volgende generatie eigenlijk minder gaat blowen en misschien wat meer. Maar de aandacht is er wel bij de politiek en is vooral gericht op het bestrijden, de preventie. De staatssecretaris Blokhuis. Nou, preventie valt wel mee eigenlijk. Ik vind dus dat op preventie veel meer gedaan kan worden. Ik denk dat het ook dat jeugdartsen bijvoorbeeld ook wel naar school zouden gaan. Dat is toch nog wat anders dan dat je biologieleraar iets zegt. Nou, om ook te praten over de effecten van drugs. Dat valt echt tegen hoeveel goede voorlichting er gegeven wordt aan scholen. En ik denk er is een hele goede reden voor, hè, waarom dat er niet is. Wat is het dan? Nou, Omdat het aanmoedigend werkt. Dat denk ik niet alleen. Dat hebben we ook onderzocht. Zeker op het gebied van cannabis. Daar was voorlichting voorheen op cannabis in het onderwijs, op het voortgezet onderwijs. Daar is men op een gegeven moment van afgegaan. Omdat het een soort aanmoedigende werking heeft. Ja, maar als je gaat inzetten. Voordat je gaat inzetten, we gaan overal voorlichting geven over ecstasy op middelbare scholen. Willen uitnodigen om even uit te zoeken of dat werkt of niet het tegenovergestelde werkt. Anders creëren we een groter probleem. Nee, maar ik weet precies hoe dat werkt. Dat heeft inderdaad te maken op het moment als je één keer zo'n voorlichting geeft, dan klopt dat. Het is vaak zo, dat is hetzelfde met discriminatie, interessant genoeg. Als je daarover praat maar één keer, dan gaan mensen vaak juist meer letten op verschillen tussen mensen. Het gaat erom dat je veel structureler daar informatie over geeft. En dus niet die ene keer een bezoekje van Trimbos of van een arts. Ik heb eerlijk gezegd geen enkel wetenschappelijk bewijs dat wat jij zegt dat werkt. Dus ik zou dat graag willen zien, want volgens mij is dat namelijk niet waar. Maar als en daar moeten we voorzichtig mee zijn. Je wil dus als Trimbos Instituut wil je er niet voor pleiten om meer voorlichting te geven? Nou, wat je veel beter kunt doen is na gaan denken over redenen waarom gebruiken mensen of dingen als zelfcontrole. Ja, maar dus ga je niet zozeer over het middel hebben, van over hoe risicovol het middel is, maar over wat zijn beweegredenen waarom jongeren het gebruiken. Bij mijn generatie is wel belangrijk. Die echt ook inderdaad moeite heeft met extra veel stress, al vrij jong burn-outs krijgt, et cetera. Ik denk dat dat een andere discussie is. Daar gaat al iets mis of daar gebeurt iets. Dus blijkbaar heeft mijn generatie behoefte aan een grotere ontspanning en gaat dus drugs gebruiken. Maatschappelijk gezien maar dan is heel die roes misschien niet het probleem. Maar ligt het probleem dus veel dieper bij de onzekere tijden waar mijn leeftijdsgenoten zich dus daar moet je aandacht aan besteden. In plaats van te denken, we gaan overal lessen. Maar om even terug te komen op die ecstasy-discussie. We hebben het nu over legaliseren, maar ik denk toch dat de eerste stap is, net zoals de historische stap die we ooit hebben gemaakt met het decriminaliseren van de cannabis, dat we ook naar met de MDMA, dat het mogelijk in het verschiet ligt, dat dat nu eens een keer van de lijst 1 met een middel met onaanvaardbare risico's naar een lijst 2 middel gaat met een middel met aanvaardbare risico's. Dat zou eigenlijk al een eerste stap kunnen zijn naar uiteindelijke toewerking naar meer regulering. Oké, we blijven deze discussie volgen en hopelijk tot de volgende keer. Dank jullie wel. Graag.